Wat gebeurt hier? Holy ja, shit! Weet het niet. Oh, kom op! Pak! Pik! Ik puik er gewoon in! Ik ben zwaar overpowered ook gewoon, ik ben al level 4. Oh! Het is tijd dat wij weer verder gaan met Gotham Knights! En natuurlijk ben ik nu niet alleen. Maar nee. Jullie zullen denken, wat? Dat had ik niet verwacht. Wow. Inderdaad, het is gebeurd. We gaan deze game toch co-op spelen. Het is gewoon onaangekondigd. Het is onaangekondigd, inderdaad. En ik dacht, dat lijkt me vet. En jullie zien dat ik ben nu Batgirl. Want dat lijkt me toch het best, denk ik. Want die komt er toch het dichtst bij het Batman verhaal, vind ik. Want ja, ze heeft een cape. Mm-hmm. En ik ben Robin. Robin, de side bitch dichtbij, op zich ook best dicht bij Batman. Die was heel close met Batman natuurlijk. Ik ga denk ik wel een hoop opsteken natuurlijk van jou in deze serie. Qua referenties en alles. We kijken hier allebei eigenlijk al heel lang naar uit natuurlijk. Captain Gotham het meeste van ons allebei. Ik ben de Batman noob zoals jullie wel kunnen weten. Ja. Maar Captain Gotham gaat mij daarin bijspijkeren. Die gaat mij heel veel leren. Over de Batman Universe. En Tiny Pinguins, jullie wisten het al dat Captain Gotham zou joinen. Bij mij was het wel aangekondigd, omdat we het idee al hadden toen ik begon met de serie. Maar ja, voor de Children of Gotham is het natuurlijk echt een grote verrassing dat ik hier ineens bij zit. Maar ik hoop niet dat ze het erg vinden. En als dat wel zo is, dan zijn ze allemaal stuk voor stuk allemaal in jullie Arie genomen. Ja, en ik moet ook nog even zeggen, lieve childrens, dat jullie het zien. Normaal zien jullie het niet, maar jullie zien het. Ik ben even een sigaretje aan het roken. Ik ben helemaal overhyped. Ik ben helemaal niet gepland. Jullie zien het ook. Ik heb een petje niet eens op. What the fuck? Ik heb mijn hoedje niet eens op. Nee, het is gewoon all over the place. Maar laten we gewoon meteen beginnen. Want het probleem is bij mij is dat ik ben nog geen filmpje tegengekomen van Harley Quinn. Nee, ik helaas. Weet het niet. En jij hebt dat al gehad, dus dat is best wel vervelend. Dus ik weet niet wat jij al gedaan hebt. Misschien hebben we hier nog iets te doen, Captain? Ik weet niet of ik kan interacten met shit. Ja, dat kan ik wel. Kijk, dit is mijn pak. Holy shit, mijn pak heb ik ook een beetje leuk. Maar ik heb nu de cape niet aan, weet je? Dat is wel een dingetje. Hmm. En ik heb nog nooit met haar gespeeld. Dit is de eerste keer dat ik met haar ga spelen, dus ik weet helemaal nog niks van haar. Nee, precies. Dus dat is nog spannend. Wat ik wel kan is dit. Dit is wel cool. Of kan ik dat nou niet gebruiken? Nee. Oh, nice. Ja, nee, dat kon ik sowieso al. Maar ik had iets van dat ik vijanden kon afleiden of zo. Maar dat kan volgens mij alleen maar in combat. Oké. Even kijken naar de map. We gaan even de map bekijken. Want het is even wennen voor ons hoe dit in zijn werken gaat. Oké. We moeten dingen doen. Ik weet niet wat we moeten doen allemaal. Want blijkbaar moet ik hier al die crimes nog doen. En dan moet jij mij mee helpen nu. What the fuck? Ik vind dat wel een beetje. Ik ben een beetje. Dat is raar. Jij moet jij hebt die Integrate Freaks to find more information. En de mob to find out more information. Dat heb je nog niet gedaan. Nee, weet je wat het is? ik ben er dus laatst achtergekomen. Dus al die vraagtekens, moet je ze investigeren? Moet je met ze praten of zo? Ja, je moet ze, zeg maar, daar zat ik gisteren mee. Want. Ik heb iets gevonden. Ligt hier boven op de toren ligt nog wat. Dat had ik ook al gehad. Tiny Pinguins, dit hebben jullie dus eigenlijk allemaal al gezien op mijn kanaal. Maar dat maakt niet uit, want we zijn een keer samen. Dus het is leuk. Het is toch een andere experience. Ik ga er alvast heen. Ik weet niet waar je heen gaat precies. Ik zie een vraagteken op de map. Een vraagteken, even kijken. Ja, dat zie ik ook. Maar om progressie, dat zou je eerst uit de weg kunnen halen, al die crime scenes. Maar om progressie te maken voor het verhaal moet jij naar mobsters zoeken en naar freaks zoeken. En die moet je gewoon random ergens tegenkomen. En die moet je eerst scannen. En als ze dan een vraagteken boven zich hebben, die kun je dan ondervragen, zeg maar. Maar dan moet je hem niet helemaal. Dan moet je ze besluipen. Ja. En dan kun je ze ondervragen of je maakt ze, zeg maar, bijna helemaal af. En dan kun je ze ook ondervragen. Als je met R2 ze pakt. Dat moest ik gisteren ook doen. Nou, zie je, dit bedoel ik al. Jij weet blijkbaar meer van mij, maar. Dat had ik dus eigenlijk ook gewoon echt helemaal niet verwacht. Ik vind het wel echt vaak. Dat ik dingen niet begrijp. Maar ja, het maakt niet uit. Ja, ik dacht echt dat we net zo ver waren. Ja, ik dacht het ook. Maar ja, het is dus. Ik zie hier. Dit zijn CCPD officers. Ik weet niet of jij die vraagteken alleen zelf aan kan. Of ik moet helpen. Misschien is het wel vet. Ik, om samen even te gaan. Kijk eens aan. Ik heb bloed gevonden hier.
Bloed. Ja, een bloedkist. Ik weet niet. Even kijken wat hier allemaal ligt. Een wapen. Oh, kijk eens. Is dat misschien een investigation die je moet doen? Ja, 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 klopt. Oké. Dus het is allemaal nog een beetje... Maar dit heb ik trouwens helemaal nog niet gehad. Ik heb die in de eerste nacht, want blijkbaar is dit dus de eerste nacht... Heb ik dus niet alle crime scenes gedaan. Dus voor jullie is het toch eigenlijk wel nieuw. Dus eigenlijk is het voor mij wel een goede mogelijkheid om wel alle crime scenes nu te doen. Ja. Want in nacht 2 heb ik alleen maar alle crimes gedaan. Aha. En hier heb ik niet alle crimes resolved. Dus het is voor mij ook allemaal nieuw. Inderdaad. Is dit een mobster? Ja. Kijk, kom op. Kijk, dames en heren, dit zal wel vaker gebeuren dat wij gewoon verspreid dingen doen, want dat is soms gewoon handiger. Maar voor hoofdmissies en zo zullen wij wel samenwerken. Ja. Zeker. Ik snap hier geen fuck van, jongens. Ik moet een link leggen tussen... Ik had hem moeten investigeren. Kom op. Kom op. Ja, investigate. Of interrogate, ondervragen. Ah, ik hoor je praten inderdaad nu. Kijk, die moest je eerst ook doen. En dan moet je nog een freak zoeken. Okay. Die moet je dan ook ondervragen. En dan krijg je een waypoint naar een cutscene. Oh ja, ik krijg nu punten. Heel nice. Ik snap hier geen fuck van, jongen. Echt, godsamme. Kan wel even komen helpen. Ik ben zo bij jou. Ja, ik heb hem gevonden. Nice. Oh, nice, nice. Oh, ik zie het inderdaad. Ik krijg ook allemaal punten. Nice. Heel goed. Die is gedaan. Dan ga ik ondertussen naar freak zoeken om te ondervragen. Of als jij ze ook vindt, dat is wel handig, want ik kom er Ik ga wel even met je, mee en dan leer ik je wat. Ik ben blijkbaar de grotere noep van in de Batman-scène. Serieus, blijkbaar nu. Maar misschien komt het later wel dat ik je opeens kaart inmaak. Ja, dat is altijd zo, net als Black Ops 3, hè. Ja, maar gelukkig hoeven we nooit tegen elkaar te vechten, dus dat is wel een voordeel. Inderdaad. Kijk, ik zie daar allemaal rode shit. Misschien zijn dat freaks. Nee, dat zijn CCPD's. Oh, als je shit, op... pijltje omlaag drukt, dan kun je en ingedrukt houden, dan kun je ze scannen. Ja. Oh ja, ja. Moet ik die ook even pakken? Nee. Misschien kunnen we een vette combo krijgen, zo. Oh, de GCPD. Nou, laat die ja, GCPD we kunnen volgens mij ook samen mensen neerhalen tegelijk. Dat is ook van. Ja, klopt. Fysiek. Maar ik wil liever de GCPD weer terug laten. Ja, dat is toch de politie. Nee, dat moeten we inderdaad niet doen. Even kijken. Ja, die freaks zijn soms lastig te vinden. Want je moet freaks vinden. Ik zie daar een vraagteken met een soort... doodskop met een vraagteken. Zie je hem ook, die rode? Ja, ik zie hem. Maar dat is volgens mij gewoon... die kunnen we wel even samen doen, als je wil. Kunnen we even samen vechten. Ik weet niet of dat nodig is. Nou ja, dat is optioneel. Dat is gewoon een crime scene die je kan doen. Ah. En zeg maar, om elke nacht gaan ze weg. Hier beneden zitten... die waypoint. Toch? Die waypoint bedoel je toch? Waypoint? Ja, ik krijg... Zeg maar, ja, die waypoint. Die gele. Ja. Ja, zeg maar hier, hier naar beneden, kijk. Hier zijn ze toch? Deze moet je aanpakken. Ik zie geen vraagteken erboven. Dat is trouwens een goeie van je, wacht. Ik weet niet of... Let's go! Die hebben daar. Fuck the bitches! Nee, kut. Dat is een victim. Oh, sorry. Shit. Dit zijn wel freaks, maar geen één heeft een vraagteken. Ja, ik zie hem. Jawel. Die heeft hem wel. Oké, nice. Laten we die even wachten. Laten we die wachten. Ja. Goeie. Oh yeah. Onze eerste combat. Kijk eens aan. Oké. Hoe pakken we deze? R2, maar hij moet nog meer hield kwijt. Oh, oké. Nu kan het volgens mij. Ongeveer, als hij geel is. Ja, oké, pak hem dan. Oh, grab. Grab the bitch. Kom op dan. Ik heb hem. Nee, fuck. Ja, ik dacht anders dat het misging. Oh, R2? Ja, R2 en dan Realtree om te interpreteren. Oh, kut. Ja, fuck, ik drukte ook keer R1. Oh. Dat is het. Kijk, en nou... Deze is ook een special move. Ik ben benieuwd wat deze kan doen. Ja, ik heb nou nog maar één special move. Je moet volgens mij challenges doen om die vrij te spelen. Ja. Kijk, en nou heb je een waypoint, toch? Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Die moeten we pakken, toch? Daar moeten we heen. Ja, zullen we dat eerst doen? Want daarna kunnen we nog die crimes ook allemaal nog doen, nog. Als we dat gewoon gehad hebben. Maar die moeten we wel gelijk terug naar de toren, maar dat hoeft dan niet. Ja, we kunnen dan wel door, maar die crimes die zijn optioneel. Maar het is wel leuk om die allemaal te doen, vind ik. Ja. Ik weet niet of we met de motor eventjes een stukje willen, of dat vet is. Ja, kan ook.
Ik moet zeggen dat dit is ook wel aardig snel. Ja, ja inderdaad. Op, kijk, ik wil het bijna niet zeggen, maar ik, ja, Spider-Man met mijn er toch een beetje doorheen. Ik zei het gisteren al, ik zei gisteren, sorry Captain, maar ik voelde me net Spider-Man. Ja, ik ook, ik voel me nu ook echt Spider-Man, daar ben ik niet heel blij mee. Heb je trouwens fall damage, als je zo echt gewoon jezelf vallen? Nee, dan gaat hij op het laatste moment, pakt hij zich, zichzelf. Dat is op zich wel. Maar ik wil gewoon mijn cape hebben, man. Ik wil vliegen. Wat ik wel weet, dan kan ik vliegen. Want elke character heeft een special uiteindelijk. Hoe die door de map heen kan chasen. Hmm. En Batgirl, die heeft uiteindelijk de cape dat hij kan vliegen. Ja. En jij hebt op een gegeven moment bent gelinkt aan de Justice League. Hoe noem je dat? Die zit in de ruimte, zeg maar. Ja. En dan kan je teleporteren. Oh, oké. Okay. Naar plekken toe. Ja, nee. Moet je zorgen dat het geld niet gejat wordt. Ik zie allemaal barrels staan en zo. Volgens mij is het gewoon mee en erop af, hoor. Ja? Ik weet niet. Ik ben nou nog niet gedetect. Even kijken, hoor. Ik ook nog scannen. Niet. Oh, fuck. Ja, ik nu wel. Oké, okay, laat me zitten. Laat me zitten. Wacht. Ik ga van boven. M. Hoppa. Oh, kijk. Lekker pik! Woehoe. Daar gaan we! Lekker pezen! Oh, die tasje moeten we helpen pakken. Voordat ze het geld jatten. Oh, ze hebben al gejat. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, dit hebben we nog niet gedaan. Wie heeft die tas vast? Ja, Oh, man. Oh, daar, ze mogen niet naar die truck, oké. Okay. Ja, beter dat we hier even blijven. Ja. Je hebt ook je long range attacks, hè? Ja. Hey, joh! Oh, ik heb allemaal crafting spullen. Special! Klets! Wow! Hoppa. Hij lekte wel een beetje bij jou wat je daar deed. Jij bleef gewoon hangen in de lucht. Dus momentum heet dat. Ja. What the fuck? Oh, en nu? Waar zijn de rest? Ja, deze is aan het vullen. Oh, fuck. Kom op. Hutsa. Oh, nice. Deze hebben we alweer. Goeie. Nice. Heel lekker. Oké. Okay. Oké, we hebben het allemaal gedaan en we hebben een bonus gekregen, dus het is allemaal goed gegaan. De bonus hebben we ook gewoon gehad inderdaad. Ja. Dan hebben we deze te doen. Ja, ik heb al een waypoint opgezet. Misschien hebben we ik ga er denk ik naartoe rijden, persoonlijk. Ik weet niet hoe ver het is. Ik moet echt letten dat ik leven bij moet gooien. Dat was echt niet aan het, aan het opletten. Weet jij hoe je dat krijgt toen behoud? Zeg maar, Nee. Nee, dat weet ik dus ook niet. Ik kreeg het gisteren zeg maar wel gewoon bij, maar ik weet niet precies hoe. Ja. Waar is het dan, eigenlijk? Zie je dat? Versie koopt. Dan heb je wel de 60 fps. Oké, ik ga ejecten. Yo. Dat is ook wat chill dat dat kan. Kijk, defeat all enemies, bonus perform throws. Using momentum abilities. Oké, ik heb ze. Alright. Disrupt the gang's plans. Hoppa! Ja hoor, kick hem in de back. Lekker bezig. Waar is iedereen? Oh, daar. Yes. Kom maar! Hotza! Kijk, dit is mijn special. Oh ja. Vet hè? Ja. Ik wil ook mijn special doen. Ah. Oh. Wacht. Wacht, mijn special. Oh. Kan ik hem nog een keer doen? Jazeker. Oh nee, nog niet. Ik moet even laden. Als het goed is kunnen we soms krijgen we volgens mij ook een mogelijkheid om samen iemand neer te halen. Maar... Ja. Daar komen we nog wel tegen. Lekker man, weer en klaar. Top. Oh, bonus niet. We hebben de bonus helaas niet. Ik ben gewoon zwaar overleveld ook voor dit. De hele tijd. Oké, dan ga ik de volgende zetten. Het lijkt gewoon wel, je gaat eigenlijk best wel slow, hè? Maar door al die dingen aan de zijkant lijkt het gewoon dat je tering hard gaat. Ja. Oh, we zijn er. Oh, fuck, taxi! Kut! Hè? Okay. Taxi? Ja, ik ging tegen een taxi aan. Oh, je bent al bezig. Ja, nou ja, ik kom nu pas naar beneden. Daar gaan we. Zo! Ja hoor! Hatsa! Fuck, ik vind het vechten, moet ik wel zeggen, wel lekker hoor. Kijk! Oh, ik dacht we deden samen iets. Volgens mij deden we dat ook. Ik weet het niet. Het ziet er vet uit. Maar oké, volgende. We zijn er nog niet. Oh, er komen nog reinforcements aan. Ja. Oh, moet die politie helpen? Moet de politie helpen? Gooi je!
Lekker! Oké. Okay. Oh, nice. We gaan er echt fucking hard doorheen, gek. Holy shit. Ja, ja, met tweetjes gaat het wel beter. Ja, dat is sowieso. Oké, heb ik ook al gedaan. Ik weet het niet. Ja. Okay. Dat lijkt erop. Of hij, of de game is je kijk eens aan! Wat gebeurt hier? Holy ja, shit! Niet. Oh, kom op! Oh, pik! Ik buik er gewoon in! Ik ben zwaar overpowered ook gewoon, ik ben al level 4. Oh, dit is wel een challenge dat ik moest doen. Door die schilder heen rammen. Dat moet jij ook doen volgens mij, dat is een challenge. Oké. Okay. Oh fuck! Oh. Ja, die challenge is die... Oh, kut. Wat gebeurt hier allemaal? Het is zo chaotisch, jongens. Dit zijn allemaal level 1, ik ben level 4. Ja, ik weet niet welk level ik ben trouwens. Level 3 was jij toch, wat je zei? Ja, ik weet niet welk level ik nu ben, maar ik heb wel aardig wat gedaan natuurlijk. Oh, ik zie helemaal geen reet. Hoppa! Oh, kut! Kom op! Kom maar! Ja, met z'n twee. Hij wordt gewoon voor gangbanged. Kijk, hem gaan, hij wordt gewoon zwaar gegangbanged. Woe, net op tijd! Moet je nagaan als je met z'n vier bent. Ja, echt. Oh, oh, hij is bijna dood, joh. Ja, hij is bijna neer. Goeie. Lekker, goeie. Lekker. Let's go. Oh, deze zijn weer level 2. Deze zijn weer level 2's. Wat een muziek. Alright. Ik loop naar beneden toe. Goeie. Oh. Oké, okay, nice. Alright. Kijk, we zijn niet detected, dus als het goed is, moeten we iedereen even helpen. Ja. En er liggen, als het goed is, zijn er ook nog overal kisten te vinden, hier al. Ja, ja, ja. Dacht ik. Nou, dan kan een aerial attack, dan kan ik sterk beginnen. Hoppa, dat is altijd wel chill. Als je gewoon een aerial attack pakt, dan doet heel veel damage. Zo. Hoppa, eentje klaar. Oh, fuck. Niet het geld! Niet het geld! Je hoort gewoon zoveel tikken, hè? Ja. Hoppa. What the nice. Fuck? Dit was het al. Ja, we beter. Zijn echt OP met z'n twee gewoon. Dit is gewoon weer bonus all over again. Nu zie ik er nog maar één staan op de map. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ja, let's go. De bovenste. Ja. Kunnen we het wel samen... kan jij het wel de host zijn als we een beetje dezelfde... Ja, hetzelfde zijn. Oh, dat kan. Moet even kijken. Ik zie wel weer een schild. Dat is weer een challenge. Oh, zo. Ik probeer die barrel te raken met mijn range attacks. Wacht, misschien met een... Ja, kijk! Hoppa. En daar kom ik. Oh, fuck. Gaat wel lekker. Dit is het laatste wat we doen, dames en heren. En dan gaan we naar de... Oh, dat is een officer. Zo. Oh, shit. Ja, ik kan mijn special doen. Ja, doe maar. Oh, hij heeft een kutschild op. Ja. Oh, fuck. Hoppa. Hebben. Nou, dat was hem weer, denk ik. Oh nee, daar komen er meer aan. Moet zo. Oppassen voor de politie. Weer zo'n schildgast. Lekker pik. Oh, zo. Oh. Oh, jij ook. Ja. Ja, lekker. Lekker. Oh god. Zo, ik ben bijna dood. Oh. Ik moet ook gaan healen. Ah. Die schild heb ik nou al niet. Oh. Ja, die zijn vervelend, hè? Oh, nee, wat doe ik nou? Zo. Hij gaat gewoon maar liggen, gek. Ja, joh. Hoppa, lekker. En mooi, we hebben man. Alles. En we hebben bonussen. Oh, alleen de troost niet. Hoe doe je troost dan? Ja, dan gooien. Oh. Ik weet het wel. Oké, dit was hem. ik zal eens even de map kijken. We hebben nergens meer criminal activities, dus we kunnen... Oké. We fast travelen naar die groene toren. Kijk eens even wat er gebeurt als jij dat doet. Oh, wacht even. Oh, nu komt het filmpje van mij. Ja, nou zie je Harley. Oké. Okay. Oh ja. En dan zijn we even ver met onze shit. Ja. Ik ben even aan het luisteren. Oh, sorry.
Nee, maar niet uit. When Bruce worked with criminals, he didn't exactly keep us in the loop. Yeah, it's not you, Tim. But it's also not crazy to think that Harley made this up. Just play it. And we'll know. Oké. Heeft je dezelfde stem? Ik ben benieuwd. Ik vind het wel vet dat Batgirl het Batman embleem op zijn borst heeft. Dat is een kettingje. Oh. Wait. Hasn't Harley Quinn been out of Gotham ever since, you know, her Joker? Ja, ja. Joker is ook dood. Klopt, ja. Oh. Ja, dat is zo. Jason is vermoord door de Joker. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Maar ja, zoals ik al zei in de intro, zo leer ik de hele tijd weer shit bij. Ja. Alright. Goeie. Helemaal goed. En ik krijg vet veel updates. Ik weet niet of ik level up ben, maar... Ik ga eens kijken naar mijn shit, naar mijn abilities. Ja. Ik heb 0 punten. Ja, ja. Hoe dan? Goeie vraag. Ik heb 0 AP. Hoe zie je dat? Als je naar hoe heet dat ding? De bedcomputer. Zeg maar, touchpad en dan abilities en shit. Ik ben level 4. Ja, ik ook. Ik ben dat ook. Even kijken. Nou, in ieder geval, dat kunnen we wel achter de schermen doen, want ik denk dat we zitten op de 40 minuten, ik vind het een mooie tijd. Ja, het is een mooie voor video voor de eerste geweest. Video. Ja. Ja. Dus, lieve childrens en Tiny Pinguins, bedankt voor het kijken. Je merkt het wel echt, als ik samen met jou aan het spelen met Infinity, ben ik minder bezig met de childrens, meer met jou. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden, want het is eenmaal niet anders, want ik moet ook heel veel met jou communiceren. Dat is ook weer een leerpuntje van mij, want ik moet het wel proberen te doen natuurlijk, om ook af en toe naar jullie te kijken, lieve childrens. Maar dat is alleen maar in de stijgerlijn en met progressie van het kanaal. Dus, lieve childrens, like deze video als jullie het leuk vonden. Abonneer als je malle. En dan zien we elkaar de volgende aflevering weer bij Gotham Knights. Later! Yes! Tiny Pinguins, jullie hebben het gehoord. We gaan er een einde aan breien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, de eerste aflevering van Captain... met Captain Gotham. We gaan natuurlijk de volgende aflevering... gaan we echt officieel verder met waar we zijn gebleven. Dan kan ik ook progressie vinden op mijn kanaal. Maar... ik vond het een leuke eerste video. Abonneer op mijn kanaal. Abonneer op het kanaal van Captain Gotham. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later, Tiny Pinguins. Later. Bye, Pep.